tegen deze team, met alle respect, moet je gewoon van winnen. Ja, want wij zijn PSV, dus... We begonnen fel en ik vond dat wij gewoon een paar prima aanvallen tussen hadden. En dat de positie wel goed verzorgd was. En dat wij gewoon eerst ook al de bovenliggende partij waren. Dus ik vind het gewoon niet tam. De trainer gaf hem de vrijheid. Zij bij jouw bespreking al dat ik veel in de diepte moest lopen. En dat de teamgenoot ook op zoek naar moest naar mij. Wanneer we de bal veroveren, gelijk in diepte zoeken. En dat deed ik ook. Ik denk dat wij de eerste helft gewoon de basis hebben gelegd voor de tweede helft. En met 2-0 de rust te gaan is prima. En de tweede helft hadden we het voor de 2-1 en iets na de 2-1 een beetje lastig. Maar daarna hebben we het gewoon prima weer opgepakt. En ik denk dat wij vandaag gewoon de basis op het veld waren. Rebound, ik denk, die loop ik binnen, maar op een gegeven moment kreeg ik een bal een draai of zo, dat ik niet lekker tegenaan kon lopen. Maar zo'n bal moet eigenlijk wel erin. Ja, een goede actie van Elfie die mij wegsteekt. Ik zag dat ik goed wegliep achter de verdediging en de afspraak van de trainer. Ja, en beloonde ik mijn eigen goed, laat maar zo zeggen. Ik weet altijd, in die situaties zegt de trainer altijd, je moet cool blijven. Ja. Vandaag had ik ook voorsprong, dus ik wist al dat de tegenstander nooit meer mij kan inhalen. Dus toen dacht ik, rustig binnenkantje schuiven. Zeker, denk ik, over alle schijven en prima voorzet van Elfie, jongen. Ik kom binnen. Ja, hoe zeg je dat? Binnen glij eigenlijk. Hè. Ja, hij was een strakke voorzet en hij was eigenlijk op middenhoogte. Dus ik kon niet meer met mijn voeten en met mijn hoofd en naartoe. Dus dat was maar met de borst. Ik ben blij dat ik belangrijk voor het team heb kunnen zijn. En, dat mijn eerste officiële wedstrijd in 2015 zo gespeeld is, wel erg fijn. Ja.